Sophie. Mara Sophie. Mara Sophie. Mara Sophie. Yeah. And I feel it's a great day. Op maandag gingen we terug naar Jakarta voor ons laatste deel van onze reis. En het ging ons eigenlijk al veel te snel. Precies zoals Marcia aan het begin van de reis had gezegd van let goed op, want voor je het weet is het voorbij. Dat was ook echt zo. We zijn nu onderweg naar Medan. We hebben heel leuk gezelschap bij ons. Ja, kijk eens naar mijn knieën. Ja, klopt. Heel comfortabel. Ja, comfortabel. First class. Comfortabel. Zwarte kut. Ik ben iets kleiner. Ik heb wel gewoon de space. Ja, oh ja. Ja, ik heb er zin in. Kom, laatste deel van de reis. Ja, we kwamen aan in Jakarta en werden we opgehaald door mensen van de ambassade. Dus dan mochten we in diplomatenauto's mochten we naar ons hotel. Ander hotel dan Borobudur, want dit lag dichter vlakbij het Erasmushuis, waar we zouden optreden later die week. En ik weet nog dat we aankwamen, we waren heel erg moe. Want het was een lange dag, het was een lange reis. Lang in de file, je staat altijd in de file in Jakarta. Het is altijd echt belachelijk veel verkeer. Na Medan kwamen we weer terug in Jakarta. Mm. En toen zaten we in het Denpasar Hotel, geloof ik. Ja. Dus wij gingen allemaal naar onze eigen kamers. Ik had een fijne kamer. Want ik kwam aan in mijn kamer namelijk. En nou, ik wist niet wat ik zag. De bruidssuite had je wel. Ja, volgens mij wel. Volgens mij was jouw kamer net zo groot als al onze kamers bij elkaar opgeteld. Dat denk ik wel. Ja. De volgende ochtend moesten we heel vroeg naar MNC News, wat een heel groot nieuwsstation, televisiestation is. Goedemorgen allemaal, het is hartstikke leuk, het is heel vroeg, maar dat maakt allemaal niet uit, want in Indonesië bruist het allemaal elk uur van de dag. Daarom zijn wij nu onderweg naar ook het bruisende tv-programma op MNC, waarvan ik niet weet welk tv-programma we eigenlijk zitten. Good morning Indonesia! Het bruisende programma van Indonesië. Daar gaan wij een paar liedjes spelen en Mara Sophie gaat daar een heel leuk gesprekje houden en dat is heel leuk, toch? Ja, dat is reuze leuk. Zie je? En we dachten misschien draaien we het vandaag wel om, dan ga ik gitaar spelen en dan gaat Wes zingen. Maar dan moeten we nog even kijken of dat wel op prijs wordt gesteld. Dat lijkt me een heel bruisend optreden. Ja, spetterend. Spetterend optreden. Ja. Het was echt een beetje zo'n CNN-style, maar dan Asian. En die anchorman die zag er ook echt uit, die presentator, zoals een anchorman eruit moet zien. En met dat pak en zo, en het brilletje en een beetje zo gladjes. Maar heel aardig en was echt hartstikke leuk. I can smell the coffee. Freshly poured into my favorite cup. Golden toast with butter and a kiss from you on top. And I feel it's a great day, such a great day to be me. And I feel elevated, recreated, this is real, you and me, and the world. Ik zat daar, ik dacht, nou, ik, wacht mijn alarm. Ja, en even. Die andere alarm. Ja, sorry, nee, het is echt. Alarm? Ja, nee, het klopt. Nee, het is prima. En op een gegeven moment
Ik zat daar niet vermoedend. Ik dacht, nou, ik wacht tot ik mijn partij mag spelen en dan is het allemaal prima. En toen zei ze, ja, en je hebt ook Indonesische achtergrond, zie ik aan jouw gezicht. En zei ik, ja, dat klopt. En kan je nou ook Indonesisch? Ik zei, nou, goed, ik heb het niet van huis uit geleerd. Maar ik kan inderdaad wel een paar woordjes. Oh, mooi, dan doen wij het interview verder in het Indonesisch. En zij begonnen te praten. Oké, wat gebeurt hier allemaal? En ik heb maar een beetje gebrekkig kinder-Indonesisch gesproken op nationaal tv. En nou, het ging net. Apa rasanya bermain untuk Sofi? Relax. Ini penyanyi yang jago ya. Bisa nyanyi bagus. Dan ya teman yang baik sekarang. Het was echt geweldig. Het was echt superleuk. Echt gekletst. Echt gechilled. Op tv. En het is nog echt hartstikke vroeg. We hebben nog de hele dag voor ons. Het is zo grappig om dan in zo'n, als je in zo'n totaal Aziatische land, stad, opeens in een soort westerse enclave kroeg zit. Gewoon een frikandel kan bestellen. Of een bitterbal. Ja, ik had een frikandel speciaal. Nee, lasagne had ik. Oh ja, lasagne. Ja, die was echt heel lekker. Ja, die was nice. En bier, ook een paar biertjes. Pullen. Een paar van die pullen. Van 5 liter. Een paar. Ik had een frikandel speciaal. Dus ze hadden ook echt gewoon die frikandel doormidden gesneden. En saus er in de midden, uitjes. Ja, was lekker. Toen hebben we ook nog een interview gedaan bij Brava Radio. Die hadden hun 5-jarig jubileum, geloof ik. En wij waren uitgenodigd voor de verjaardagsuitzending. En die werd gehouden in een heel groot shoppingmall. En was heel leuk. Ik was daar een half uur of een uur, geloof ik zelfs, te gast. En mijn liedjes werden gedraaid, mijn nummers werden gedraaid. En heel leuk met die man gepraat, die zelf ook muzikant was. En volgens mij ook op Java Jazz had gestaan. Niet dit jaar, maar volgens mij voorgaande jaren. En ja, elke dag ontmoeten we gewoon weer hele leuke, interessante mensen. En dat was hier ook weer het geval. Het was weer een hele goede ervaring, leuke ervaring. Op de woensdag, eigenlijk onze ene laatste dag in Indonesië, zijn we naar het hoofdkantoor gegaan van Marta Tillaar. Ik stond natuurlijk op Java Jazz, stond ik op het PAC Stage. En PAC is een heel groot make-upmerk in Azië. PAC is een beetje vergelijkbaar eigenlijk met MAC make-up, dus meer professionele make-up. En dat maakt onderdeel uit van een grote concern, dat heet de Marta Tillaar Groep, opgericht door Marta Tillaar, mevrouw Marta Tillaar. Inmiddels 76 als ik me niet vergis en is echt een soort icoon in Indonesië en heel succesvol in heel Azië, want ze hebben 9 grote brands onder hun hoede. En zij waren dus, PAC, dat make-upmerk, was dus de sponsor van het podium waar ik stond op Java Jazz. Waar wij stonden op Java Jazz. We wilden heel graag de mensen van PAC en dus Marta Tillaar bedanken dat we de kans hadden gehad om op hun podium te staan. Maar wat wij niet wisten was dat Marta Tillaar zelf daar aanwezig was. En ineens stonden we dus in dezelfde kamer als Marta Tillaar en werden we aan haar voorgesteld en aan haar zoon. En ze hadden mijn muziek gecheckt, ze hadden de website gezien, ze hadden onze videoclip van Pink gezien. Daar waren ze heel erg van onder de indruk. En toen vroegen ze of ik al gesponsord werd of ik al samenwerkte met een make-up merk. En wij zeiden dat dat dus niet zo was. En er werden kaartjes uitgewisseld. Toen zeiden ze dat ze ons heel graag wilden ontmoeten als we terugkwamen in het tweede deel van onze Indonesië-tour. Als we terug zouden komen in Jakarta. En ja,
dan denk je van, nou ja, we moeten maar zien wat daarvan komt. Je bent toch nuchter, je bent Nederlands. Je denkt van, ja, dat zeggen ze misschien uit beleefdheid. Maar de telefoon ging en ze wilden echt met ons afspreken. Om te bespreken wat we als samenwerking zouden kunnen doen. En inmiddels was de aandacht verschoven van dat ze hem eerst voor PAC wilden hebben. Het make-up merk PAC naar Caring Colors. En wat een heel groot commercieel make-up merk is in Indonesië. Ze wilden ons daar graag over spreken. Het was een hele leuke meeting. Het was sowieso heel leuk om dat hoofdkantoor te zien. Om die autorit daar naartoe te maken. Want je ziet overal, op elke straathoek zie je weer van alles. En het hoofd van de marketing, Ilham, meneer Ilham, die is 's avonds naar ons optreden gekomen in de Black Cat. Want 's avonds traden we op in een grote jazzclub in Jakarta, de Black Cat. En dat was echt een te gek optreden. Het was een superleuke club. Optreden Black Cat is een jazzclub, is een soort Blue Note daar. Er komen aardig wat jazzmuzikanten daar en wij speelden daar ook. Onze pianist Maarten moest ik altijd dealen met een keyboardje of wat dan ook, of wat er stond. En nu was het natuurlijk ook vrij maar voorrecht, stond een lekkere vleugel. Super gave Yamaha vleugeltje die echt heel lekker was. En het was echt zo'n een beetje een soort foute jazzclub-achtige sfeer die ik eigenlijk heel leuk vond. Ja. Ze hadden daar ook een menukaart in alle gerechten, in alle helden die tot ons zijn, of die er niet meer zijn. En die heb ik gekregen van hun, want ik ben een verzamelaar qua waar ik bij heb gespeeld. En dit was het desbetreffende menukaart. En ik noem een voorbeeld. Dus je had daar een John Coltrane cocktail of een Eric Clapton platter of een... noem maar op, Dave Brubeck, het kon niet op. Ik heb nou gewoon een klein whiskytje gekocht van 10 euro per stuk. Aan de band uitgedeeld. Hè? Ik dacht, dan moeten we vieren, meteen bagage op. Want dat is een beetje duur daar. Ik weet ook niet waarom. Ja. Money and matchbox cars. God is dead and thanks for stars. God is aiming wherever we are. And I love God, Spider-Man. Sweet dreams of land. Oh, my love will fly to you. I'm so happy to be here tonight at the Black Cat. We've had an amazing journey so far the past couple of weeks, and now it's an honor for us to play here tonight for all of you. And we're performing some of my all-time favorite songs tonight, including songs of my latest album, Great Day. Last ontbijt. Donderdag was onze laatste dag in Indonesië. En dat was ook wel heel mooi, want toen gingen we het optreden doen in het Erasmushuis. En dat was tegelijkertijd het optreden waar het allemaal mee was begonnen. Dat is het optreden geweest waar we überhaupt voor zijn uitgenodigd in Indonesië. Dus het cirkeltje was wel op een hele mooie manier rond, eigenlijk. Het Erasmushuis is het cultureel centrum van de ambassade, van de Nederlandse ambassade in Jakarta. En daar hebben ze een prachtige zaal, een auditorium, waar ongeveer 400 mensen volgens mij in kunnen. En daar gingen Mara, Sofie en de band optreden. We hadden volgens mij alles mee qua instrumentarium. Maarten kreeg de grootste beutendorf die er bestond.
qua instrumenten was dat ook voor mij de allerbeste. Dat was niet normaal. Echt. De grootste Beuzendorfer die je kan voorstellen. Extra basnootjes. Klein nog een puntje extra basnootjes. Die je never nooit gebruikt. Maar... Ik heb hem gebruikt. Oh, helemaal? Ja, zeker. Wat ik ook erg leuk vond was dat Amanda terug was gekomen. Onze begeleidster van Java Jazz. Die was speciaal. Had ze de vlucht een paar dagen uitgesteld om terug te gaan naar Maleisië. En die was dus... Ja, heel leuk. Ontzettend, ja. Die was er ook. Dus het was heel, heel gezellig. Alle jongens die hadden die avond speciaal voor de gelegenheid hun batik over hem aangetrokken. En heette die avond dus ook heel toepasselijk de Batik Boys. Yeah. Batik Boys, Batik Boys. Goedemiddag kijkers, dus het laatste optreden in het Rasmushuis. Wij gaan nu spelen. Doei! Ongeveer 400 mensen in de zaal. De zaal zat heel erg vol. En zat zo vol dat ze buiten ook schermen hebben neergezet. Zodat mensen buiten ook konden gaan staan. Op een gegeven moment liep meneer Van Zeeland, de directeur van het Erasmushuis, langs mij. En die fluisterde mij tijdens het optreden. Er staan nu ongeveer 100 mensen buiten. Dus ik dacht, 100 mensen buiten? Dus ik ging kijken en daar buiten bij die schermen stonden dus inderdaad ook mensen. Het was echt een te gek laatste optreden. Oh jongens, wat hebben jullie fantastisch gespeeld. Vonden jullie het lekker? Ja, ja. Ja. Oh, amazing performance. Ja, applaus. En het was ook echt het hoogtepunt qua enthousiasme. Want er stonden daarna gewoon honderden mensen in de rij om met ons, niet alleen met mij, maar om dat vind ik ook zo leuk. Weet je, je bent daar echt als geheel. Het is niet ik, maar het is ik met mijn band. Dus ze wilden niet alleen met mij op de foto, maar ze wilden ook met de band op de foto. En er moest zelfs beveiliging aan te pas komen om het allemaal in goede banen te leiden. Want het was gewoon één groot gekkenhuis. Een hele leuke afsluiter van een geweldig aantal weken. Ja, fantastisch. Op vrijdagochtend moesten we heel vroeg opstaan, want we gingen terugvliegen die dag. Alleen Sophie die moest nog achterblijven, want die vloog pas 's avonds. En dat was natuurlijk best emotioneel om daar afscheid te nemen. En ook best wel raar dat je dan niet met z'n allen teruggaat. Het voelde zo raar om daar afscheid van elkaar te nemen. Dus ik heb iedereen een flinke knuffel gegeven en een dikke zoen. En
ja, zij gingen dus heel dramatisch met het busje mee en ik bleef achter. Ik vond het eigenlijk ergens ook wel heel fijn om nog even in mijn eentje achter te blijven of zo. Omdat het me wel echt even een moment gaf om na te denken over alles wat er was gebeurd die 2,5 weken. Het ging zo ontzettend snel en het volgde elkaar zo snel op dat ik gewoon helemaal geen tijd had gehad om te beseffen wat er was gebeurd. Ik vond de tour echt super vet. Ik vond ook vooral dat de Indonesiërs gewoon hele lieve, leuke mensen. Ze werden echt als fit behandeld. Ja, zeker. Ja, ik vond het aan alle kanten echt super leuk. Een ontzettend leuke club. Het groeien van het beentje. Oh, sorry. Ja. Het groeien van het beentje vond ik eigenlijk heel mooi om te zien. Zowel op het podium als naast het podium. Het samen zijn met de band, de leuke festival. De hartelijkheid, de warmte van de mensen, het eten, vond alles eigenlijk een hoogtepunt. Ja, alleen maar één grote berg mooie herinneringen. Ik had het echt voor geen goud willen missen en ik heb een beetje het gevoel dat het mijn leven heeft veranderd. Ja. Just say